Porsche de Curve GT. Nou, een nieuwe generatie van de Curve, de GT-uitvoering. Nou, je ziet al, hij is wat langer. Hij is 1,82 en hij is ook wat breder onder de voet. Hij is maar liefst 80 mm onder de voet. Nou, nu heeft hij nog steeds de racegenen, want hij is nog steeds gebruikt door drie wereldtoppers in wedstrijdskigebied. Nou, die hebben ontwikkeld de Curve. Wat gebleven is die extreme punt, waardoor je altijd het gevoel hebt dat over de punt ja, de bocht ingetrokken wordt. Door de breedte onder de voet is hij eigenlijk wat liever, hè? Dus relatief vergevingsgezind. Ik kan hem op lang en op middellang echt snoeihard carven naar voren toe. En verrassend, want die breedte is natuurlijk best gek voor een ski met wedstrijdgenen, ook nog heel makkelijk korte bochten skiën. Nou, hij voelt helemaal niet aan als 1,82, hij voelt wat korter aan, want ik kan hem echt heel makkelijk beïnvloeden. Ik kan echt spelen met die ski, dus eigenlijk is het ook een soort van speelski. En dat maakt hem eigenlijk, en dat is misschien wel heel interessant, een super allrounder in deze categorie die toch echt wel heel veel piste performance slash ook wel racegenen heeft. Dus het is een hele interessante nieuwe ontwikkeling van de Curve GT met maar liefst 80 mm onder de voet.